tafel het interviewprogramma van Meer Zoetermeer vanuit de Pasta Company, restaurant Pasta Company in de Dorpstraat. Vanavond gaan we het hebben over een heet hangijzer, kan je wel zeggen. De geplande komst van een moskee in Zegwaard. Ik spreek vanavond met Kees Tassen van de actiegroepering, mag je wel zeggen, Zegwaard in protest. Wordt keurig afgekort als SIP. Dat is wel toch wel. Is het nou vandaag gedacht over die geestige, of is dat toeval, SIP, Zegwaard in protest? Ja goed, we hebben een naam moeten zoeken en wij vonden dat beter dan te zeggen dat we zijn een actiecomité en we zijn een protestgroep. Protestgroep, SIP. En u bent de woordvoerder, ja. Niet de voorzitter. Klopt. En naast u zit Rob Jansen, tot voor kort fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid hier in Zoetermeer en nu gemeenteraadslid. Klopt. Volgens mij ergens in het najaar van 2011 ontdekten de bewoners rondom de Rogakker, want dat gebied hebben we het zo'n beetje over, ineens dat er een moskee wellicht in hun buurt gebouwd zou gaan worden. Klopt dat wat ik zeg? Dat klopt, ja. En hoe reageerde u toen met uw medebewoners? Nou, furieus. En dat hoorden we dan op een bespreking die er niks mee te maken had. Dat was een bespreking die georganiseerd was door de gemeente, door wethouder Haring. En dat ging meer over de aanplanting, de inrichting van speeltuinen enzovoorts. En met een uitnodiging die de Zegwaard had gekregen. Waarop dan ook nog eens een keer stond van er mogen geen vragen gesteld worden over een moskee. Ja, dan ontplofte wat. En het is natuurlijk wel gegaan die hele avond. Het ging over niets anders meer sindsdien, lijkt het wel, althans bij u in de buurt. Ja, we praten het voornamelijk over Zegwaard. Ja. Dat zijn natuurlijk allemaal mensen die daar toch betroffen zijn, of je daar nou direct bij woont of eromheen. Ja. Ik zou nu u toe, meneer Jansen, maar ik wil even in de kern weten wat uw, of namens SIP dan, grootste bezwaar is tegen de komst van een moskee in die wijk? Het grootste bezwaar is dat wij vrezen dat er veel meer onrust komt. Er wordt een nog gevaarlijke verkeerssituatie gecreëerd. Daarnaast weten we allemaal dat het bouwen van een moskee, en dat zijn gewoon de gegevens die we in Nederland allemaal hebben, ook waardedaling van die mensen die ploeteren voor een huis en een koophuis hebben enzovoort. En dat betekent natuurlijk ook voor mensen die een huurwoning hebben, maar zal dat minder zijn. En Zegwaard is opgebouwd uit huurwoningen, maar ook veel koopwoningen. En dat is niet prettig om dat te horen. We hebben dat toen ook aan de gemeente doorgegeven over plantschade. En de gemeente die vond weer een gaatje van nee, dat kan niet enzovoort. Nou, dank je de koekoek. Je zal daar werken. En dat gebeurt allemaal. Ja. Nou, dat zijn dingen die woeden. Maar en het grootste is dat er geen enkele inspraak, laat staan een goede antwoord van de gemeente. Wij worden in de kou gezet en nog steeds. Meneer Jansen, zou u daarop willen reageren op enkele aantijgingen van de heer Sassen? Laat ik beginnen om te zeggen dat we net op ongeveer hetzelfde moment dat de bewoners in Zegwaard hoorden dat daar een moskee zou komen, wij het als raad ook te horen kregen. Mm-hmm. Tenminste dat er concrete plannen waren. Ja. Er waren al eerder geruchten, of niet geruchten, er was al eerder bekend dat er in de wijk Zegwaard en ook op die plek een moskee kon komen. Net zo goed als op andere plekken in Zoetermeer. Nou, Rokkeveen is ook zo'n plaats. Dus er was bekend bij de raad dat daar een moskee kon komen. Mm-hmm. Alleen het concrete plan, dat was ongeveer op hetzelfde moment naar voren gekomen. Laat ik vooropstellen dat de manier waarop het gegaan is, de communicatie erover, die is gewoon ronduit slecht geweest. Zeker aan het begin, dus aan de rand wat beter gegaan, maar vanaf in het begin is het heel erg slecht geweest. Men had kunnen weten op dat moment dat je inderdaad een avond hebt over wijkplanontwikkeling en vervolgens zegt dat mag niet over de moskee gesproken worden, terwijl dat het topic is in de wijk, dan weet je dat het daarover gaat. En dat moet je dus als communicatiedeskundige ook, weet je dat, dus moet je daarop reageren. Had het college, in dit geval de gemeente, heel anders moeten doen. Dat is het eerste wat ik wil zeggen, dat we daar... Mm-hmm. Daarover zijn jullie het wel met elkaar eens. Dat is de eerste woede geworden. Maar ik wil nu even naar de tegenstelling. Nee, oké. Ja. Het tweede punt, dat is dan de komst van een moskee. Laat ik ook een ander ding nog zeggen. Op dit moment zijn er plannen voor een hindoe-tempel in Oosterheem. Is er een plan voor een kerk van de evangelische gemeenschap, geloof ik, in Oosterheem. Daar horen we helemaal niks over. Mm-hmm. In Zegwaard horen we dus wel bij de komst van de moskee. En ik kan dat heel goed begrijpen vanuit de achtergronden. Ook het politieke klimaat in Nederland, waarbij dus toch inderdaad een tegenstelling wordt gecreëerd tussen inderdaad de moslims en de andere Nederlanders. En dat is, in dat klimaat moet je dus niet verbaasd zijn als de komst van een moskee wordt aangekondigd, dat extra onrust met zich mee gaat brengen. En die onrust kan ik op drie dingen zijn er drie oorzaken voor mij betreft. Eerste is gewoon heel het groen in de wijk, de verkeersoverlast, de parkeerdruk. Het zijn drie dingen waarvan je zegt, nou, daar kun je op dit moment daar kun je iets aan doen.
tot op zekere hoogte. Tweede punt is zorgen van mensen die er zijn, die zeggen, ja, wat gebeurt er met mijn huis? Wat gebeurt er als er iets in die moskee gebeurt? Want we hebben ook in Meerzicht gezien, daar is wel degelijk tegen die moskee iets gebeurd. Men is dus bang dat er iets gebeurt in de omgeving waar kinderen misschien een slachtoffer van worden. Dat zijn dus, dat zijn dus gevoelens die er in een wijk leven. En die, daar kun je wel heel lacherig over doen, maar dat doen we dus niet. Dat zijn reële gevoelens. Maar de vraag is of het ook in de praktijk zo zal gaan. Dat is het tweede punt. En derde punt, en dat zijn de... dat zijn de argumenten waar ik helemaal niks mee heb. En ik kan er ook verre van mijn werp. Dus ze zeggen, ja, er komt geen moskee in Zoetermeer. Omdat het van de moslims is. En dat laatste, en daar ben ik heel blij mee, dat we daar zitten we daar zijn we met Sip ook over eens. Dat is geen argument in onze discussies. En ik ben ook heel blij dat dat ook geen discussie is. Al moet ik wel constateren dat als je de site van Sip zag in het begin, met name die opiniepeilingen, dan schrok ik wel af en toe van de woorden die daar stonden. En ik ben ook heel blij dat Sip daar afstand van heeft genomen. Want dat was duidelijk, want anders was het gesprek met hen een stuk moeilijker geweest. Ja. Want die toon was in het begin hoe? Dat ging natuurlijk over moslims enzovoort. Maar daarom zeg ik ook, als je met 16 miljoen Nederlanders woont en er komt ook een berichtje in de krant, dan heb je misschien 10.000 mensen die er met vreselijke woorden, waar het in feite niet op gaat. Dit is ook op de SIP, daar hebben we direct afstand van genomen. Want daar gaat het niet om. Daar gaat het niet om. Daar blijft natuurlijk alle tegenstanders. Om het zo maar te noemen, spelen geen enkele rol in uw bezwaren. Nee, want we hebben ook aangegeven. Wij zeggen dus niet, er mag geen moskee gebouwd worden. Maar waarom in een woonwijk? Dat is het belangrijke punt. Waarom in een woonwijk? En voor de goede orde, de Partij van de Arbeid heeft geen bezwaren tegen de komst van de moskee op die plek. Hè? We hebben uitgesproken dat als alles goed verloopt volgens de regels en als blijkt dat er geen de parkeeroverlast op een goede manier kan worden aangepakt, als er inderdaad wat je noemt de verkeerssituatie in de omgeving niet ernstig wordt belemmerd, dat we dan zien wij geen beletsel op een plek waar we van tevoren als gemeente hebben gezegd, daar kan een moskee of een kerk komen, om dan vervolgens nee te zeggen. Die voorwaarden, daar is nog niet aan voldaan, die u net schetste, want dat... Daar is wel aan voldaan, tenminste volgens het college is daar nu wel aan voldaan, want anders hadden ze geen omgevingsvergunning mogen verlenen. Een omgevingsvergunning wil dus zeggen dat de gemeente een aantal regels heeft gesteld, hoe er om moet worden gaan met parkeren, hoe het gebouw moet worden gepositioneerd in het groen en dat soort zaken meer. En men heeft daar dus oplossingen voor, deskundigen hebben er oplossingen voor gevonden en op grond daarvan heeft de gemeente de omgevingsvergunning verleend. En daar kan vervolgens, iedere burger kan vervolgens zeggen die belang daarbij heeft, kan zeggen, hé, maar deze procedure is niet goed doorlopen, ik ben het er niet mee eens, ik kan dus een beroep en bezwaar gaan. En dat gaan jullie uiteraard doen, neem ik aan. Ja, nou, dan wil ik er even op inhaken, want er is natuurlijk ook een verkeersonderzoek geweest. Maar ook wij hebben bij SIP mensen die deskundig over zijn, die dus gewoon ook zeggen van nou, daar klopt niks van. En dan kan de gemeente zeggen, wij hebben een verkeersonderzoek gedaan, dus we hebben alles volgens de regels aan. De gemeente heeft er zelfs op gereageerd in de krant, dat de problemen die er nog waren met verkeer, die zullen ze laten oplossen, denk ik. Waar hebben we het over? Dus het is afwachten van wat komt er een probleem en dan gaan we het oplossen. En het is wel in de context dat daar een moskee gebouwd wordt. Ik denk dat de gemeente niet beseft hoe precair zo'n situatie is naar de bevolking toe. En niet alleen in Zoetermeer, niet alleen in Zegvaart, maar ook de ervaringen die er zijn en die nog steeds niet opgelost zijn. Zeggen wij, gemeente Zoetermeer, waar beginnen jullie aan? Er is geen doelgroep te vinden in Zegvaart. Er is geen connectie, maatschappelijk niet gezien. Als je ziet... Er staat daar toch ook een Koninkrijkszaal voor de Jehovah getuige, of niet? Dat zijn mensen die zijn... Maar die doelgroep woont toch ook niet in de wijk? Nee, waar praat je dan over? Over 30 man. Nee, maar u heeft... Je praat het over 30 man die daar zitten. Ja, oké. Okay. Ja? En zijn in het begin er best wel wat protesten geweest. 30 man, die mensen hoor je niet. Er is een verkeerssituatie die nu makkelijk op te lossen is. Want er is ook nog een dansschool. Maar we praten over de gemeenschap van potentieel 7000 leden. Ja? Even terugkerend naar wat meneer Jans net zei over de plannen in Oostheem voor een hindoe-tempel en een evangelische gemeente, de bouwen van een kerk. Hij zegt, dat is ook gek, daar hoor ik helemaal geen reacties uit de wijk. Verbaast u dat ook of niet? Nou nee, dat kan ook zijn dat daar veel meer allochtonen wonen van bepaalde geloofsovertuiging dan in Zegwaard. Oh, dus daar is een directe link verwacht. Laten we eerlijk zijn, als ik moslim ben, zou zijn, en ik woon in Zegwaard, dan zeg ik, nou prima, ik ga naar de moskee toe, lekker dichtbij. Dat is een reden dat mensen dan op een gegeven moment zeggen, want er zijn ook wel wat moslims in Zegwaard, heel weinig, die zeggen natuurlijk, prachtig, er komt een moskee. Maar dat is zo'n minderheid,
die kan zich dan ook niet doen. Maar kijk naar Palestijn, kijk maar naar Meerzicht, maar ook in Oosterheim. Ja, als daar een kerk gebouwd wordt voor die geloofsovertuiging. Ja, mag toch, dat kan toch. Alleen ze zullen niet zeggen van, niet in onze bewoonde wijken. Meneer Janssen, wel. Ja, de katholiek ook niet. Nee, kijk, waar het om gaat is dat we in deze stad niet op in elke wijk voor elke doelgroep iets kunnen bouwen. Je bent dus, je kijkt wel degelijk, en dat, daar ben je als gemeenteraad ook voor verantwoordelijk. Je kijkt, welke plekken kunnen wij een bepaalde voorziening bouwen? In dit geval een moskee bouwen voor die 7000 mensen die in Zoetermeer het moslimgeloof aanhangen. Waarvan ik ervan overtuigd ben dat een behoorlijk deel niet zeg maar, naar die moskee zal gaan. Maar een deel daarvan wel. En dus we hebben een aantal plekken in deze stad waar we van tevoren hebben gezegd, op die plek mag een dergelijke voorziening komen. Dat had een hindoe-tempel kunnen zijn op die plek, maar het is in dit geval een moskee geworden. En zo heb je dus op allerlei plekken in deze stad, heb je dus voorzieningen waar dus gewoon voor de hele stad, waar mensen voor de hele stad naartoe kunnen gaan. En dat is een belang, dat belang moeten wij als raadsleden dus ook afwegen. Om op die manier te kijken, hoe zorg je ervoor dat in deze stad iedereen op zo goed mogelijke manier wordt bediend. En hier zie je dus een typische voorbeeld waar een raadslid voor komt te staan voor de keuzes. Enerzijds, wat je zegt dan, de moslimgemeenschap die een bepaalde voorziening wil hebben. Anderzijds bewoners in de omgeving die voor een deel inderdaad zeer gerechtvaardigde angst hebben of zorg hebben. Of een aantal punten waar we zeggen, nou, dat zijn wel zorgen, maar de praktijk leert, en dat hebben we op Zoetermeer en een aantal andere plekken ook gezien, toen het ging om de komst van de gevangenis, stond het dorp op zijn kop. Toen het ging over de noodopvang in Noordhoven, stond Noordhoven op zijn kop. En als je dan na 2-3 jaar later gaat kijken wat er precies aan de hand is, hoe de mensen er tegenaan kijken, dan zie je dat er bijna geen incidenten zijn geweest, of helemaal geen incidenten, en dus op dat moment die voorziening wordt geaccepteerd. Het valt of staat natuurlijk wel met een goed gebruik van die voorzieningen door in dit geval de gevangeniswezen en door de noodopvang. Maar vindt u eigenlijk dat SIP dan iets te voorbarig dan wel overspannen reageert? Nee, dat vind ik niet. Ik vind dat dat terecht van de kant van SIP de zorgen, de angsten die er zijn, want die zijn er, die kun je niet wegnemen. Dat die zeg maar, naar voren worden gebracht en dat er ook naar wordt gekeken. En er wordt ook wel degelijk, er werd straks gezegd, we luisteren niet als gemeenteraad naar datgene wat SIP zegt. We luisteren wel. Alleen het grote verschil is dat wij een andere afweging maken dan SIP graag zou willen. En we horen de klachten en we zeggen, daar moet dus ook aan gewerkt worden. Een van de punten is dat werd straks is de begeleidingscommissie die is ingesteld. Op zich is dat een methode om samen met de omgeving, de omwonenden, te kijken hoe je daarmee om moet gaan. Inspraak krijg je dan, hè? Dat is het idee. Dan krijg je een andere vorm van inspraak. Inspraak wil niet zeggen dat je dat dan altijd per definitie wil zeggen dat je mag zeggen dat je voor of tegen bent. Soms heb je inspraak. Daar wilden jullie niet in, toch? Nee. Zijn jullie wel voor gevraagd, hè? We zijn ervoor uitgenodigd. Ja. Ook de dansschool, ook de hovengetuigers. En we hebben gezegd, we doen daar niet mee. Principieel of? Nou, omdat wij van mening zijn dat wanneer je daaraan deelneemt, dat je dan deelneemt met datgene wat er toch gebouwd wordt. En dat is ons standpunt nooit geweest. Nee, dus sowieso dat verzetten. Je kan ook anders redeneren en denken van ik stap er wel in en dan kan ik mee de vorm geven hoe het eruit komt te zien. Nou, dat geloof hadden we niet. Ik denk dat het. Ja, nee, maar dat geloof hadden we niet, omdat we al een heel groot vertrouwen van de gemeente kwijt waren. Dus daar gaan we niet in in de begeleidingscommissie zitten. Bovendien zijn bij de begeleidingscommissie ook al een paar mensen uitgetreden, omdat het ook niet helemaal goed werkt en zo. Maar daar kan ik niet over oordelen. Daar ben ik niet bij geweest, maar het heeft ook in de krant gestaan. Jullie doen er niet aan mee. Tot slot, die moskee wat u betreft komt niet in uw woonwijk. Ja, waar kan die wel komen dan? In iedere andere plek die Zoetermeer heeft en die weten ze beter dan wij. En nogmaals, wij hebben aangeboden om te zoeken. U heeft zelf geen alternatieven achter de hand? Nou, we hebben wel alternatieven. Maar daar wordt gewoon niet op gereageerd. Het mooie voorbeeld over de gevangenis. Want ja, ik ben een bewoner, ik woon al 30 jaar in Zoetermeer. Dus ik heb heel wat veranderingen gezien. Maar de gevangenis, er was inderdaad dat mensen bang waren. Want die zeiden, ja, als er iemand ontsnapt en zo. Maar die ligt nog redelijk buiten een woongebied. Er is geen woongebied. Die ligt tegen de grote weg aan. Dus dat vind ik niet een goede vergelijking. Wij zeggen ook, in dit geval een moskee moet je niet in een woonwijk. Dat stuk daar is een woonwijk. Daar wonen mensen met kinderen. En dat kan ik 100 keer zeggen. Daar moet je geen moskee of dergelijk groot gebouw of een McDonald's of wat ook. Daar moet je niet bouwen. Het lijkt erop dat de gemeente in ieder geval uw mening niet deelt. Nee, en die plannen door gaat zetten. Dus dat betekent de komende maanden gewoon het ene bezwaarschrift naar het andere schrijven, indienen, protesteren. Ik heb dat hier in de krant ook gezegd. We gaan gewoon door. We gaan zelfs door tot de Raad van State. Tot het bittere einde. Ja, we willen niet als een lam, een maklam op de
slagbank gelegd worden. Wij vinden dat wij goede argumenten hebben. Ik wilde zeggen, vind ik bang voor het gesprek, maar u wilde nou, ik, slotwoord zou, voor ik, zou, ik, zou, ik wilde niet slotwoord, maar één ding waar ik toch, wat ik jammer vind, is dat er wordt gezegd dat mensen die gelovig zijn, dat die een gevaar zijn voor de omgeving en dus een gevaar voor de wijk. Hè. Zo wordt er gesproken over de moskee. Daar geloof ik niet in. Ik geloof er niet in dat dat aan de orde is. Meneer, dus meneer Sassenschut, dan heb ik het verkeerd begrepen. Maar een moskee in de wijk is een, wat mij betreft is een voorziening. Net zoals een kerk ook. Is net zoiets waar mensen naartoe gaan om te bidden. En dus die hebben helemaal geen kwaadwillende intenties. Dus als dat... ik hoop echt oprecht dat dat niet de insteek is van SIP om daar op die manier naar tegen te gaan. Nee, want ik heb in het begingesprek gezegd dat een moskee die heeft een aanzuigende werking. En een aanzuigende werking, en daar praat ik niet alleen over Zoetermeer, ik praat over de gevallen die bekend zijn, die in de krant staat, landelijk. Wij hebben ook gezegd naar de gemeente, denk nou niet dat het in Zoetermeer anders gaat. Die aanzuigende kracht is anders als bij een katholieke kerk in dit geval. En daar steekt gevaar is een beetje groter, de onrust, de overlast enzovoort. En als de gemeente dat ontkent, dan mogen morgen alle politici opstappen. Nee, maar dat laatste, dan praat u echt over de angst dat er een Molotov-cocktail wordt geworpen naar zo'n moskee toe. Mensen iets kwaads in zin hebben richting die moslims zelf. En dat de angst is, en dat heb ik straks ook al aangegeven, dat vind ik iets wat ik me heel goed kan voorstellen. Maar de ervaring leert, het gebeurt wel, maar we hebben in Nederland heel veel moskees. En hoeveel incidenten op dat punt horen we op dit moment? Misschien mag ik nog een laatste opmerking. Nee, ja, want ik kan er natuurlijk nog een paar uur over doorgaan. Ja. Maar even een laatste opmerking. Vorige week in Zegwaard, ik kom met mijn scooter, want ik ben een vervent scooterrijder. Ja. Ik werd aangehouden bij de metro, of de sprinter. Ik wilde er onderdoor, werd ik aangehouden door de agenten. Dan liepen geloof en dat is niet een racistisch opmerking. Er liepen 50, 60 jongelui, moslims. Maar allemaal van het Oranje College. En daar zie ik, nou, ik heb nog nooit zoveel agenten gezien, die zijn volgens mij allemaal ingehuurd. Waar ging het nou over? Er was ruzie op het Oranje College, de overlast die het bracht. Er was een agent die ik heel goed ken, heb ik mee gesproken, weet dat ik in SIP zit. En daar kwam natuurlijk het woord van, nou, daar zijn wij nou bang voor. Dat gebeurt niet hier, het gebeurt daar. Het zijn groeperingen. Twee antwoorden. Zitten, joh, als ze met z'n tienen zijn, komen ze met z'n veertigen. Dat is dus een diener, hè, die dat zegt. Wij als agenten, en niemand uitgezonderd, zijn tegen dit hele geval moskee. Niemand zegt het. Nee, dat zullen ze ook nooit hard op doen, maar dat weet u natuurlijk nee, ook. Maar dat neem ik ook niet kwalijk, maar dat vond ik wel frappant. Dus u voelt zich in ieder geval gesteund door de politie in Zoetermeer? Nou nee, ja, politie is gemeente. We weten dat de baas van de politie is de burgemeester. Dat klopt. Denk ik, als het daar al heerst, denk ik jongens. En waarom? Het onlustige gevoel wat daar komt. Nou, dit was een bewijs. Zij zeiden, dit is een bewijs. Zonder racistisch te zijn. Dit is heel lastig in deze discussie. Omdat doorgaanvaardigheden een van de onderdelen die altijd een rol spelen bij dit soort, ook bij die omgevingsvergunningen, wordt wel degelijk ook gekeken. Wat het betekent voor de veiligheid van de wijk. En de politie wordt in de regel, ik weet niet of in dit geval gebeurt, maar het zou wel moeten volgens mij, wordt wel gevraagd, wat zijn de risico's die je op dat punt inschat en hoe moeten we daarmee rekening houden? Wat betekent dat? Dus ook bij de inrichting van je omgeving wordt er naar gekeken. Dus de politie zal er ongetwijfeld ook een advies voor hebben gegeven, ga ik vanuit. Op die manier, en dus dan is de stelling dat ook de politie op dat punt zonder meer zal zeggen dat de komst van de moskee dit soort effecten die we vorige week dus blijkbaar ergens in Zegwaard hebben gezien, kunnen optreden, dat op die manier zou plaatsvinden. Ik geloof niet dat de politie dat heeft gezegd, maar als ze dat hebben gezegd, dan moet dat ook gewoon richting gemeentebestuur worden gecommuniceerd. Want daar moet je wel iets mee doen. Als zelfs de agenten zouden zeggen dat, ik denk niet dat ze het zullen zeggen, want dan zou die omgevingsvergunning niet zijn verleend, denk ik. Maar als dat zou zijn, dan moeten we dat gewoon weten. Want ook dat soort dingen die je als gemeentebestuurder wil weten, of als raadslid. Maar het zijn wel de woorden. Ja. En hij besloot te zeggen van, jullie wisten het, jullie, bewoners van zeg maar het SIP. Jullie wisten het 4 dagen eerder dan wij. Nou, dan sta je toch wel even te kijken. Je moet het echt bij laten. Je moet het echt bij laten. Laatste woord is er vast nog lang niet over gesproken, maar vanavond wel. Vriendelijk bedankt allebei voor uw komst in dit gesprek. Dank u wel. Dank u wel.